Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Dit is de voetbalpodcast kick-off van de Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen. Ajax-volger Mike Verwij en Pim CD. Welkom bij uh, de Autopodcast. Uh, <laughs> Wat is het? Autovisie of Autoweek? Wat hebben we ook alweer met de Telegraaf? Ja, zoiets. Een van de twee. Valentijn, vertel eens over jouw auto. Hoe ziet het eruit van binnen? Wij. Uh... Producer Hein uh, ja. van de Telegraaf. Ik ja, niet Keizer van... Uh, hein Keizer van de Telegraaf. Keizer. Keizer van de uh, podcast... Uh, v. Van VI. Hoe, we ja, dat is meteen een beetje een verwarrend punt. Want we kregen inderdaad een luisteraar. En die zei, er zijn twee producer Keizer. Ja. Je hebt de Short Keizer. Die is van VI. VI. En je hebt Hein Keizer. Die is van... De Telegraaf. Dat ben jij. Ja, dat ben ik. En Sjoerd en Hein zijn allebei producer. Ja. En ze zijn allebei verfijnerd. Nou. nou. Ja, een familie van elkaar. Neefjes, toch? Ja, ja, ja. Is het familie? Ja, heel dicht. God, dat ja. is wel... Ja. Dat Ken je met Simon? Simon Keizer van Volendam. Ja, nou, nou, ook familie. Afscheid genomen. We gaan binnenkort afscheid nemen van Hein. Dus dan... Ja, ja maar met wie is ja. Hein dan... Nou ja, goed. Ja. Vraag, ik wou dus over de auto beginnen. Want ik vind... Nee. De ja. auto's van binnen vind nee, ik altijd een ja. beetje gedoe. <laughs> hein, die wilde die microfoon, maar ik zat te werken. Ik denk: van je zoekt hem maar uit. Je haalt zelf die microfoon maar bent, uit de auto. Ja. Heb je, als je uh, thuis bent, heb jij zo'n microfoontje. Ja, ja, en die werkte nooit op die computer. Dus hij die ging hem hier wel vermaken. Maar. Dus ik zeg, hou jij die microfoon maar uit die wagen. Dus, uh, maar hij moet maar dat had werken. ik natuurlijk nooit moeten doen, want nu uh, ja. gaat hij natuurlijk roepen, die auto. Hij begon uh, van, uh, ja wanneer ga je eens door die wasstraat? Nou, ja. toevallig woensdag stond ik voor de wasstraat, <laughs> stond er een auto, ja. die, die was kapot. Maar ik kijk altijd naar mijn weer-app. En als er dan tien dagen geen regen is, dan ga ik door de wasstraat. Mm -hmm. Want anders kan ik des goed niet gaan. Maar jij bedoelt dat de regen ook je auto schoonspoelt? Nee, die, die maakt juist vies. Regen maakt je. Ja, er zit allemaal zand in en zo. Ah, ja. Dan zit weer goor en dan rij je weer door het plassen Maar De komende en tien dagen. <laughs> en dus de komende tien dagen. Maar het regent, de komende tien dagen regent het weer een keer. Dus het heeft eigenlijk geen enkele zin om te. Vallen. Ja, ja, ja. Maar toen keek hij ook uh, achterin. <laughs> en daar heb ik een keer uh, behanglijm uh, laten vallen. Een hele <laughs> ja. emmer. En dat proberen uit te halen. Maar dat nou, dat is echt een. Uh, dat ziet er niet uit. Nee. Dat krijg je er gewoon niet uit. Nee. Dus uh, daar uh, nou, staan er twee <laughs> tassen vol met lege flessen. Lessen aanzijn. <laughs> <Ja>. <laughs> uh, die zijn leeg. Ja, ja nee, die zijn, die die zijn die leeg. leeg Opgezogen, ja. ja. En wat had je nog meer? Ja, heel veel plastic tasjes. Uh, <laughs> heel veel plastic tasjes. Troep uh, ligt er allemaal in. En ja. toch ik, ik vind ik hem voor de rest toch netjes. Hij is wel schoon. Nou, ja, maar is ik, was schoon het is ja. wel heel markant dat er in één keer op de achterbank niet gewoon een kinderzitje staat of wat dan ook. Maar gewoon nee. twee. Volle tassen met alleen maar colaflesjes, ja. Sinasflesjes en ja, dat soort ja, dingen. Ja ja, 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 ja. Maar die kinderfase Je moet ook geen vreemden in je auto laten. Nee, maar ik, twee dingen nog dan, heel ver, dan gaan we... Mike, Dan moet ik altijd eerst die kruimels van die stoelen af... Jij, als je met Mike mee rijdt, ja. heb jij altijd allemaal kruimels? <laughs> gevulde koeken? Ja, zeker. Ge gevulde koeken? Nee, geen gevulde koeken. Wat eh, kibbeling? Sultan Echt, jij, jij eet altijd zoltanen als je naar... Uh, uh, ik of zo. Echt waar? Ja ja immers. Um, twee dingen ja, dat je, ik vind het wel dat je dan Hein die microfoon laat halen dat vind ik dan een beetje denk van ja Hein is ook druk toch nee ja, maar ik nee, voel gewoon... Hein is druk met die microfoon omdat hij het gewoon slecht geregeld hebt met ah, die ah, microfoon okay, okay. die microfoon en die, dat apparaat werken niet en dan zit ik iedere keer ben ik daarmee bezig ja. op maandagochtend ja. iedere keer een kwartier twintig minuten ben ik eraan kwijt ja. en dan werk ik nog steeds niet dus ja, ja. En, en het is dus even voor duidelijkheid dus als het als het regent wordt je auto vies ja ja, dat heeft geen enkele zin. Nee. nee. Ja, en door die microfoon regent het klachten. Ja, exact, want we zijn te lang over niks uh, bezig. Maar goed, ik, ik hoor het uh, ideale autowasschema, dat zie ik wel tegemoet. Hein, ja uh, neem hem, oh, je hebt iets meegenomen uit het ja, stadion, ja. dacht ik, hè? Ja, gooi <laughs> het uit. Oh, oh, we zijn natuurlijk in beeld. Jezus, maar koffie. We zijn in beeld, ja. Dit is, <laughs> de, dit is de presentator uitschakelen. Ja. Dit kan ja. toch niet? Ja, voor de, voor de, oh. de mensen die het niet... Uh, kunnen zien. Um, ja, ga vooral naar YouTube, maar er wordt nu net een uh, groene oplaas op mij gegooid. Ja. De thee gaat over mijn kleding. Moet ik nog bij 1 en 2 vandaan gaan. Ja. Maakt oh, verder joh. niet uit hoor. Uh, ja, Maar deze is uit het stadion? Ja, zeker. Ja? ja? tuurlijk. Oh, lekker man. Ja. Maar vertel nou even wat je werkelijk met dat beestje van plan was. Nou, ik wou, eigenlijk wou ik hem dus, uh, maar jij hebt je, ik, ik wilde het als verrassing hebben. Het idee was <laughs> dat jij 40 minuten die krokodil zou opblazen. <laughs> zodat je je mond eindelijk een keer zou houden. <laughs> nee, gek natuurlijk. Maar Valentijn, die sfeer ja, met die... Met dit was die, de die, podcast. Ja, die sfeer. Wat, wat vond je ervan? Ja, ik vond het echt geweldig. Maar ik heb volgens mij nu een, net een, een bericht gekregen of zo... van een of andere zuurpruim. Nou, in die categorie zit ik helemaal niet natuurlijk. <laughs> nee. Dus uh, dat we dat veel te positief zijn over die Feyenoord-fans. Het was gewoon echt een geweldige avond in, in alles. en Iedereen gedroeg zich is eindelijk een keertje een beetje normaal. En ja, ja, maar, die maar actie dat... met die uh, opblazen. Uh, wat heb je deel, allemaal deel, al gezien? Penissen, ja. uh, hamers, vrouwen? zwembaden, uh, vrouwen met gaten erin. Uh, sombrero's. Nee, vandaar, er niet, ja, sombrero's. Uh, sombrero's en alles en nog wat. Uh, het was echt geweldig. En ja. de, de sfeer was gewoon... Uh, ja, Een gewel, uh, geweldige sfeer was er gewoon. En uh, de interactie tussen het publiek en de spelers was er. En Mooi weer. Er was helemaal Mooi niks ja, mis mee. Uh, dat er nu eindelijk een keertje geen vuurwerk, geen rookpotten, geen fakkels... dan kan je ook gewoon een geweldige wedstrijd organiseren... en een geweldige sfeer creëren in een stadion. Ja, en je was onder de indruk, denk ik, van bepaalde spelers van Feyenoord. Hè? Dat heb je ook in je column geschreven. Ja. En Wie van en Kuktsju, die, die acteerde echt op uh, Champions League-niveau. En je, je moet wel eerlijk zijn, Ajax Rome heeft gewoon een uitstekende ploeg natuurlijk. Ja, individueel. Zijn het uh, stuk voor stuk topspelers. En als je dan uh, met 1-0 wint thuis, uh, weliswaar zeker in de laatste fase met de uh, hakken over de sloot, maar dat heb je prima gedaan. En Wiefer en uh, Kukju, Ja, waren echt de grote uitblinkers. En wat ik wel opvallend vond, was dat slot bij Ajax Feyenoord. haalde die Hartman er direct uit. Hè? Die had een, een overtreding en een gele kaart. en die zat tegen rood aan. Maar wiever zat ook dicht tegen rood aan. En, en die wist dan net toch. Te voorkomen dat hij er ook uitgestuurd werd. Want hij had geel, had hij geel kunnen krijgen bij die penalty. Nou, die gaf hij uh, scheidsrechter ja, nee, niet. Nee, maar vind ik ook wel terecht dat hij die niet gaf want... Ja, maar reglementair zou hij hem kunnen geven. Toen ja, maakte hij nog een keer uh, nog twee overtredingen. Eentje was zeker geel waard geweest. En hij ging nog een keer tekeer tegen de scheidsrechter. Maar het was allemaal dus net binnen de grens. Dus dat, dat was op zich knap. Maar ja, zoals kutje uh, voetbalde. En, en altijd gewoon één, uh, twee uh, uh, situaties uh, vooruitdenken. Ik moet nog denken aan, was dat niet Boelarus? Die komt zo meteen ook nog. Of Boussabon. Uh, die ooit zei, nou 40 miljoen waard. Toen hebben we hier nog over gelachen. Was Een tijd, uh, een tijd terug was dat. Toen deden we daar nog een beetje laconiek over. Oh, je hebt weer een vraag met je Nee Nee, nee, nee. Maar dat staat me in één keer bij. Dat, dat, ja, dat, dat was ooit een keer zo'n Feyenoord podcast. Dat was, mijn, dat was ongetwijfeld in de periode van ja. de advocaat Of daarvoor. Maar hij, hij heeft er slot natuurlijk een geweldige ontwikkeling uh, doorgemaakt. En de, ja, deze jongen die gaat 100% wegkomen de zomer. En nu is 40, 45 miljoen een reëel bedrag dus? Dat zou, dat zou het kunnen zijn. Het ligt eraan langs het wel welk land. Hè? In Engeland zullen, zullen ze dat wel betalen, 40 miljoen. Maar of ze dat ook in uh, Italië of Spanje of Duitsland betalen, dat denk ik. Ik zag dat Sky Duitsland meldde nu dat Dortmund heel erg geïnteresseerd was. Dat is natuurlijk vooruitlopend op het vertrek van Bellingham. Kijk, ja. als ze daar inderdaad 100 miljoen voor krijgen... Ja, dan kan Feyenoord achterover leunen. En ook een heel mooi bedrag voor Kukju. Weet we wanneer zijn contract afloopt trouwens? Is dat bekend? Nou, maar dat ma dat maakt er niet uit. Ze zouden volgens mij medewerking geven aan een transfer komende zomer. Okay. Dus al alle partijen die gaan ervan uit dat komende zomer... dat Kukju uh, weggaat bij Feyenoord. En dan wordt het wel moeilijk om hem op te vangen. Alhoewel, ze hebben Timber... Quint en Timber hebben ja. ze natuurlijk nog lopen. Die is nu, ge nu geblesseerd. En ik vind, ik heb ik vorige keer volgens mij ook gezegd... Maar Timber en Kukju samen... Werkt er gewoon niet. En Kuxu Wiever samen werkt heel goed. En misschien werkt Tim bij Wiefer ook wel heel goed. Ja, een contract loopt tot 2025. Dus wat dat betreft is het ook niet zo dat hij uit zijn contract gaat lopen. Het mooie bij Wiefer vond ik wel het net die gele kaart te pakken. loopt die de Spaanse scheidsrechter ondersteboven. Ja, ja, als, ja. Die, als die kwaad willen, dan geven ze je ook een, ook een gele kaart. Maar hier was geen enkele opzet. Maar je zit dus al nu met een team van Feyenoord... Wat je natuurlijk in het verleden ook bij succesvolle periode PSV of Ajax hebt gehad. Dat je gaat kijken van. Hoe gaat dat deze zomer verder? Want de, de coach is uh, interesse voor vanuit Engeland. Nou, Kuxie gaat uh, dan weg. naar nou, Jiménez hebben we al gezegd, is, die speelde gisteren dan, dan niet wat goed. minder. Maar van, vanuit Spaanse uh, clubs wellicht is dat ook wel een interessante optie. Ja, maar nou. het allerbelangrijkste is denk ik, blijft Arne Slot wel of niet? Want als die weggaat, dan valt er gewoon een heleboel weg bij Veinoor. Ja. Ben ik bang omdat die in alle opzichten nu wel bewijs een topcoach, uh, topcoach is. Ja ja die interesse van uh, voor die spelers van Feyenoord dat is logisch als je ver komt in Europa dan zijn alle ogen op je gericht en ik moet zeggen Hartman het, het hele elftal van Feyenoord steekt gewoon echt heel goed in elkaar ik vond alleen de voorste drie en dan met name de buitenspelers die vielen wel heel erg uit ja. de toon hoor, vond ik hm. ja en dingen ook uh, Gimenez die viel ook uit de toon maar ja die stond natuurlijk eigenlijk continu tegen drie uh, Romeinen maar van één Smalling ja die won ook nog alle kopduels bijna. voor mij heeft hij één kopduel uh, gewonnen Gimenez Stond natuurlijk wel er, erg op een eiland. Ik denk dat hij meer kansen krijgt, dadelijk in Rome, om zich te laten zien ja. dan, uh, dan hier. Hij... Maar wat wel aardig was, was. Uh, het ging dan over de uitblinkers. Nou, Wiever is dan niet opgeleid door Feyenoord? En ik keek nog even terug. Volgens mij was het in november 2019. Toen verschenen allemaal verhalen van uh, die, die opleiding die deugd voor geen meter. Er komt niemand door. Het, het, uh, er wordt verkeerd gescout, er wordt verkeerd getraind. Er wordt niet met data gewerkt. En, nou, er deugde geen ene ruk van. Mm -hmm. En nu staan er gewoon vier jongens vanuit de eigen opleiding. die, die staan gewoon op in zo'n wedstrijd. Ja. Eh, kwartfinale Europa League. En die hebben helemaal niks te maken met die opleiding. die sindsdien zogenaamd verbeterd is. Maar Kuxjoe, geweldig. Hartman, Geertruida. Ge, die geven geen krimp. Of het nou A's Roma, Spinazzola, die Bala is, en dan Bijlo. Ja, die, die komt die 29 januari hij zijn laatste wedstrijd gekiept. Sinds die niet meer gekiept. Nou, gewoon een zekerheid. Je zag ook aan die verdedigers, Trouwner en Hanjko, dat ze met veel meer vertrouwen voetbalden. Dan, ja. wel, wel, wel ja. dan met Weller erachter wat, wat wel een rooite achter Wat natuurlijk wel interessant is, PSV heeft een aantal aanvallende talenten uit eigen jeugd. Maar als je naar Ajax en Feyenoord kijkt, met name ook Feyenoord... Dat, daar lukt het dan dus niet om echt die ultieme talenten te kweken. Waar nee, nou, nee, zou dan, hem dat in zitten dan? Ja, dat weet ik wel. Maar dat is een Nederlands uh, eigen. noem jij maar de, de laatste topspits die in Nederland is uh, opgeleid. Daarom zitten we met Nederlands Elftal, zitten we met Depay opgescheept. Ja. Als, als uh, spits van de Nederlands zelf. Dat is helemaal geen spits. Nee. Dus, dus de, ja, dat, dat is schijnbaar toch heel moeilijk uh, op een ja. of andere manier. Wat waar jij zeggen, Mike? Nou, dat het ook wel in golfbewegingen gaat. Op een gegeven moment kon Nederland geen verdedigers opleiden. Nu leiden ze alleen maar verdedigers op. En misschien dat er binnenkort weer een lichting, een goede aanvallers doorkomt. Ja, ja, dat, ja. ja. Hey, en uh, hoe heb jij naar Mourinho uh, gekeken? Was wel weer, uh, ja, het was wel weer smullen, hè? Ja, Eigenlijk mooi. De grote Mourinho-show. En wa wat ik wel heel erg opvallend vind. Kijk, die penalty die kun je geven, maar die wordt gegeven aan AS Roma. En daarom vrees ik ook dat die wedstrijd in Rome nog lang niet gespeeld is. Het is natuurlijk ook een hele tricky uitslag. één doel op het verschil, Als je ziet hoe klein die krachtsverschillen waren bij Feyenoord-AS Roma. Ja, zo'n zo bal. Als je die penalty niet geeft, kan iedereen er ook mee leven. En dit zijn volgens mij wel weer dingetjes. Dat ja. Mario daar toch ook wel een rol in speelt. Dat zo'n bal wel op de stip gaat. Ja, hein, euh, euh, heb jij tien maanden gehuild eigenlijk, zoals Mourinho zei, hè? Nee. Oké. Okay. 24 uur. V jij was er 24 uur ziek van? Ja, en toen daarna eh, klaar. Want? Hoe bedoel je want? Nou, je kon gewoon de knop omzetten. Nee, ja, maar dan op een gegeven moment denk ik van, ja, ja dat je mo hier. Moet, wel weer, moet wel weer door. <laughs> ja, Mooi. zo stoot. Want dat zei Mourinho natuurlijk ook een beetje, hè, dat, dat heel, heel Nederland was in rouw ja. na die verloren ja. Conference League finale. Ja, en, en wat hij terecht wel opmerkte, hij zegt, maak je dan geen zorgen, want je gaat die wedstrijd nooit meer winnen. Dus je hoeft helemaal niet in rouw te verkeren naar nee. zo'n wedstrijd. Nee. Dus uh, gewoon doorgaan met het leven. Want je, je kan in rouw verkeren, je kan uh, feest vieren. Maar die wedstrijd blijft altijd uh, 1-0. Ja, ja, maar ja. Dat zijn de les ja. van Hein Keizer. Ja. ja, zo is het dan ook. Maar ja, goed. Morio was inderdaad weer uh, aantrekkelijk om zo mee te maken in die wedstrijd. Uit uh, meer ruimte. Hè? Nou ja, bekende verhaal waar je dan wellicht van kan profiteren. Misschien dat de flankspelers dan wel meer ja, die uit de verf wel, komen. Ja, die moeten veel meer leveren. Maar ik ben toch bang dat zij... Uh, dit niveau is net voor die, voor die twee... Uh, in dit geval Jan Baks en uh, Idrissi... Uh, net mm -hmm. hoog gegrepen. Ik hoop dat ze die, uh, die woorden... Uh, volgende week... Uh, uh, hoe noemen ze dat ook weer? Niet waarmaken, maar... Uh, Logen straffen. Dat hoop ja. ik. En, uh, en wat, wat Idrissi wel heeft... Hij heeft de ene keer is het alles, de andere keer is het niets. Je kan nooit echt van op aan. Ja. Dus, ja. Uh, en dat, dat was nu ook weer. Maar je zou zeggen: pak ze erop. Maar als je die zag invallen, nee, ja. dan weet ik daar, daar ook helemaal niet vrolijk van. Dus nee. Die nee. hebben ooit een bal in de kruising geschoten tegen Ajax. Die denkt nou dat hij iedere keer als hij naar binnen moet komen, dat hij moet schieten. Ja, ja. Ja, Stop nou. Ja. Ja. Nou ja, weet je, kijk, in die end uh, heeft dit, uh, die overwinning van Feyenoord en de nederlaag uh, in Juventus van uh, Sporting. Uh, Lissabon, zeg ik dat goed, met 1-0. Geleid tot... Nou, daar waren ze natuurlijk al maanden mee bezig bij de Eredivisie. Want ze dachten, hoe kunnen we het nou... op het moment dat we die plek van Portugal overnemen... in die coefficiënte Polonaise... kunnen we dat op een bepaalde filmpje, manier ja. met een filmpje doen. Dus ze hebben drones, ze hebben een van de bureaus ingehuurd... en dat heeft geleid Nou, we hebben een kleine impressie. Obrigado, amigos. Jezus, ja, ja, dat is, dat, dat is Boulous, de kannibaal. Ja. En die pakt uiteindelijk het koffertje in Portugal op een schimmig industrieterrein, een soort wapen, drugshandel, ja. over van de Portugezen. En neemt het mee naar Nederland. Nou, alsof het een trailer van uh, traffic is of iets dergelijks. Wacht, waar, waar gaat dit over in godsnaam? Uh, je, je, bereikt, uh, je krijgt twee plaatsen in de Champions League. Hoe heb je dat bereikt? Door prestaties met de Nederlandse clubs. Dan laat je dat toch zien. Dan laat je zien waar het Nederlandse voetbal voor staat. Dan lijkt het toch niet zo'n achterlijk filmpje als dit zien. Maar er zitten natuurlijk weer een paar types. En die zitten elkaar allemaal uh, uh, op de schouders te slaan, hoe geweldig filmpje het dan niet is. Het gaat helemaal over voetbal. Het gaat niet over voetbal, het gaat over helemaal niks. En, zo. en dan ook uh, nog die associatie met dat drugs en dergelijke. Nou, werkelijk belachelijk gewoon. Belachelijk. En je kan zoveel mooie momenten laten zien. Zoveel mooie spelers die je zelf hebben opgeleid, dat is jezelf je product verkopen, je, je product wat je hebt, uh, wat je nu uh, heeft voor gezorgd dat je met twee plaatsen in de Champions League kan voetballen en een extra plaats in de mm -hmm. Europa League, meen ik. Oh. Dus daar ja. moet je hè, waar je trots op zijn, uh, uh, bent, dat moet je laten zien. En dan uh, uh, ja, dat gemaakte over uh, andere praten over Portugal in dit geval. Portugal dat speelt helemaal geen rol. Je bent zelf ben je degene die het heb, uh, uh, bereikt. Ja. heeft bereikt. Ja. Dus ja. Zijn, uh, het sneu van Portugal is dat Nederland het heeft bereikt door hele goede prestaties van Feyenoord vorig jaar in de Conference League. Ik moet zeggen, Ajax heeft er het meest aan bijgedragen. PSV ook heel veel en dan, dan pas Feyenoord. Maar er zijn heel veel punten vergaard in de Conference League. En Portugal moest al zijn punten proberen te halen met drie ploegen in de Champions League. Dus dat is veel moeilijker. Dus ik ben bang. Dat het heel kortstondig is dat Nederland twee Champions League plaatsen heeft. Want dat het daarna ja. gewoon met drie ploegen, Nederlandse ploegen, eventueel in de Champions League ook weer heel snel fout gaat. Het heeft zelfs de Portugese media gehaald. Hè? De, het bekende dagblad of weekblad, of maandblad record. record, ja, record heeft ja. dus gezegd: Nederland passeert Portugal op de UEFA-renking. En deze prestatie werd op een eigenaardige manier gevierd. Ja, ja. ja nou, dit, vijf dus... abonnementen. Daar denken ja, wij er precies. toch niet, niet zo verkeerd over. Ja. ja, nee. Ja, precies, er, ja. Waar moet je nou naar andere wijzen? Dat is zo typisch Nederlands. Ga je naar andere wijzen? Sleep uit, sleep uit. He, he, he. Wat zei je? Sleep uit, dat deed ze vroeger altijd. Sleep uit, sleep uit. Nee, weet ik niet. Nee. Weet jij dat? Ja, zeker. Sleep uit? Ja. Wat en dan? Nou, dat dus het uitlachen nee, van nou, een ander. Nou, 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 nou. Ja. Zielenpoten bij Rode, die TV. cv he? ja. Hey, oh, maar ja, en dan. AZ... Want jij zei nog bij de vorige podcast... na nou, Anderlecht is natuurlijk ook niet een uh, hele bijzondere ploeg. Nee, dat met is Met Jan het... Vertongen. Uh, maar ja, wel 2-0 van uh, AZ gewonnen. Je heb je TV uitgezet naar de wedstrijd van Feyenoord, denk ik, of niet? Want ik, Anderlecht is niet zo'n goede ploeg. Nou ja, ik moest 1-2 vandaag. Dus ik heb Feyenoord stiekem kunnen kijken. En uh, AZ heb ik op de radio het eind uh, gehoord en uh, teruggekeken. AZ ik had dan. gewoon 1-1 moeten maken in die spelperiode de eerste helft echt dramatisch. Dat was gewoon gigantisch slecht en ik vind het ook wel heel triest om te zien dat bij AZ een beetje aan het einde van het seizoen allemaal een stuk minder lijkt te worden, want ze hebben natuurlijk best een goed seizoen gehad tot dusver. Mm -hmm. Maar de ja de energie lijkt een beetje uit het elftal en ook ondanks dat kregen ze na de 1-0 voor de gewoon tal van kans op de 1-1. En het voordeel voor AZ is wel dat de uitdoelpunten niet meer uh, niet meer dubbel tellen. Dus dan kun je 2-0 verliezen bij Anderlecht. En dan kun je thuis nog goed maken. 3-1 ja. is het gewoon verlengen. En dan zeg je de 4 moeten maken. En AZ scoort wel vaak in die thuisduels in Europa. Dan dus gaan ze vol op de aanval spelen. Dus dat, dat, dat zou nog wel goed kunnen komen. Ja, maar dan moeten ze niet zo kinderlijk verdedigen als daar. He, met Beukema en had ze die, die pakte er weer helemaal niks van. He, want, want iedere aanval van Anderlecht was bijna gevaarlijk. En als je mm -hmm. dan ziet hoe weinig effectief ze bij AZ voorin zijn. Ja. Dat doet het ergste vrezen voor die uh, return. Ja, dus dat betreft wel interessant om die spelers in Europa te zien. Wie wel op het niveau mee ja. kunnen en wie dus niet. Ja, en het dit is nog Conference League niveau. Ja. Dat is nog lager hè, ja. dan de Europa League. Als je dan van de week City tegen Bayern München. Nou, werken onder de hoogste moeilijkheidsgraad. Want het veld was spekglad. Nou, en een tempo werkelijk. waar we aan de balbeheersing bij alles en iedereen. En ja, werken geweldig om te kijken. Dat soort wedstrijden. Ja, ja, ja. Nou, de ja, licht is het niet dat, gelukt om uh, Haaland af te stoppen. Nee. nee, maar die scoorde op het moment dat uh, de licht Haaland even overgaf. Dat doet hij ook niet meer. Nee. <laughs> maar die, uh, je zag ook wel weer, er zaten gewoon uh, drie jongens... die uh, voor mij alle drie de halve finale van de Champions League hebben gespeeld. Die zaten gewoon op de bank daar. Ja. Ja. Uh, Gravenberg was er toen denk ik nog niet bij. Toen met Ajax, Gravenberg, Blind en Mazraoui. We ja. komen gewoon de, van die van de bank af. De, de Ligt was de enige. En samen met AK weer twee verdedigers uh, opvallend genoeg. Ja, Tuchel heeft wel gezegd dat Gavenberg nog uh, zijn kansen gaat uh, krijgen. In ieder geval dat hij goede indruk maakt. Ja. Willem niet kwijt lijkt. Het schijnt ook interesse voor te zijn aan Mike. Van, uh, van meerdere clubs uit, uh, uit andere competities. Manchester United ja. werd ook genoemd, zag ik. Ik denk als Ajax slim is dat ze hem proberen in jaar te huren. Zou dat lukken, denk je? Nee, dat weet ik niet. Maar ik zou wel een poging wagen. Als ik... is, is het nieuwe technisch hart daar al mee bezig? Nou ja, hij schijnt wel goede contacten in Duitsland te hebben. Mislukte dat dus, ja. dus wie weet. Ja, en... Nee, daar zijn ze nog niet mee bezig. Nee, oké, okay, oké. Okay. Laten we even naar de stellingen gaan. We hebben ja, er dus heel zullen ze Nu wel heel snel mee bezig gaan natuurlijk. Dit is wel een historische podcast. Trouwens. Want we hebben het toch niet over Ajax? Ja, wel. Ja, kort. Ja, nou maar. Maar ja, alle reden toe natuurlijk. Ja, nou heb je het punt dat hij uh, en ik allebei stellingen hebben gedaan. Dus ik heb er 48 staan ongeveer. Dus uh, we pakken er gewoon ik even het een paar mee. uit. oneens. Uh, Cuccio vertrekt naar een absolute topclub na dit seizoen. Oneens. Eens. Ten Hag moet Maguire nooit meer opstellen. Oneens. Eens. En toch heb ik stiekem de coefficiënte Polonaise gelopen. Oneens. oneens. Uh, Managia komt te kort voor niveau, Manchester United. Oneens. Eens. Feyenoord gaat het redden. Eens. Eens. AZ gaat het redden. Eens. Oneens. En uh, tijd voor een fluwele revolutie bij Ajax. Oneens. Oneens. Ja. Nou, wie moet die dan gaan inleiden, nou, dat... die revolutie? Ja, dit, dit, dit is al een fluwele revolutie. Wat dat ik het erover heb? Nee, dit, wat ze nu hebben gedaan. Ja. Gewoon de, de totale technische, uh, technische leiding. Ja, wat moet je Alle technische mensen hebben ze gewoon uh, afgeserveerd. Waarom nee? de fluwelen eigenlijk dan? Nee, niet fluwelen, maar wel een revolutie. Ja. Ja, er vorige was is helemaal niks fluwele, meer over van, uh, van de hele uh, kruifilosofie. Nee, dat is helemaal over. Ja, waarom nee. was dat eigenlijk een fluwelen revolutie? Want daar zijn al koppen. Uh, ja, begon fluwelen, het, het werd uiteindelijk behoorlijk bloedig. Ja. Hadden jullie dat bedacht, fluwelen? Nee, nee. Dat heb ik bedacht. Ja? Maar dat was toch geen fluwele revolutie eigenlijk? Daar zijn toch net zoveel mensen ook geslachtofferd als oh ja, je die iedereen, ziet. Iedereen, iedereen nam het over, ja. Helaas. Maar ik heb net ook nog wat, uh, die hebben ook deze week weer wat... Uh, oh, die DNA-Duitser, die zag ik groot in uh, de kop DNA? Data. <laughs> data. data? Oh, data. Oh ja, nee, AXDNA dna is het. Ja. Sorry, excuus. Ja. Maar je, je had het over uh, de namen die allemaal uh, vertrokken zijn. Ik denk als eerste aan uh, Kaltenbach. Ja, dat was het ja, dat... Dat, uh, allergrootste probleem. Nou ja, goed, goed verder natuurlijk uh, Overmars, uh, Scheuder natuurlijk ook. Uh, Ten Hag. Reiziger. veldmate Veldmaten, Henk en dus ook, uh, Uali, Situali, ja En dus nu ook Ouali, uh, Situali, hoofdopleidingen. Is dat eigenlijk een groot gemis uh, voor de club? Dat is een groot gemis voor de club. Ik moet zeggen, dat is een hele sociale man die er ook in is geslaagd... om de hele boel weer bij elkaar te brengen. Er was toch chaos in de jeugdopleiding. Dat heeft hij best, uh, ja, best goed weten te managen allemaal... Het is ook een hele bijzondere kerel. Hij geeft ook één keer in de week op woensdag nog les op een school voor, voor kinderen. Speciaal onderwijs, in het speciaal onderwijs. Ja, dat zegt wel heel veel over zijn karakter, denk ik. Mm. Alleen, waar Ouali mee te maken kreeg, is dat er verkeerde zuinigheid uh, was bij Ajax. Want Ajax werd vorig jaar met geen enkel jeugdteam uh, kampioen. Dat is volgens mij in de historie van Ajax nog nooit gebeurd. Ja, en dan gaat opeens iedereen helemaal in paniek raken met Maurits Hendricks voorop. En dan, ja, dan denk ik. Dat hem is geadviseerd om de eer aan zichzelf te houden en gewoon te stoppen na zoveel jaar, na geloof ik 11 jaar. Maar Ajax luistert niet naar Bert van Marwijk. Bert van Marwijk stokpaardje is dat je die jeugdtrainers het best moet belonen van allemaal. En bij Ajax uh, verdient een gemiddelde jeugdtrainer 30, 40 en sommige 50.000 euro. Hmm. Dan kun je zeggen van ja, dat is nog steeds veel geld. Maar dat zijn niet meer de bedragen, waardoor oud-voetballers zich in deze tijd geroepen voelen om in, in een jeugdopleiding te stappen. Ja, en, en ja er zitten allerlei data jongens uh, jongens die net hun diploma hebben gehaald bij de KNVB die wel heel happig zijn om bij Ajax aan de slag te gaan ja je ziet wat het resultaat is dus al die data jongens gefeliciteerd ja maar Wallace uh, is dus niet een uh, financieel uh, verhaal uh, dat is eigenlijk het, de, de invloed van Hendrix denk jij die zich nu begint uh, te verspreiden ja ik, over ik denk de dat er in de Ajax opleiding wel heel veel paniek is uh, ontstaan door het feit dat er vorig jaar niemand kampioen is geworden maar ik, dat, Johan Cruijff zei ook, dat kan nooit een uitgangspunt zijn. Het enige team dat kampioen moet worden is de eerste helft al. Je moet gewoon zorgen dat de goede spelers in het eerste komen. Hm. En daar valt ook wel een en ander op aan te merken. Dus daar zal Ouali ook wel op worden afgerekend. Maar ik denk dat er een, gewoon een structureel pro probleem is in de, in de jeugdopleiding van Nou, ja, Hoe dat op te lossen dan? is meer salaris, zeg jij. Om andere types uh, ja, binnen te de, halen. Topjeugdtrainers jeugdtrainers aanstellen. In, in ieder geval ook nu een nieuwe hoofdopleidingen. Ja, een, een topper. Ja. ja, hoe kijk jij er naar van het nou, aan? Ik vind het dood, doodzonde dat uh, heel weinig uh, betaald voetballers of ex-aioxide nog in die opleiding rondlopen. Hè. Of ze worden weggejaagd of ze, ze gaan weg om, om de reden die Mike net uh, vertelt. Maar uh, nu, nu reiziger gaat nu weer weg, Bogarde die, die is al weg. Uh, nou. Toen de tijd kwamen, er allerlei jongens, ook Ronald de Boer, die die zat, die zitten misschien nu nog dat hij af en toe wat doet. Maar dan moet eigenlijk structureel moet je oud Ajaxieten proberen te strikken voor die uh, voor die jeugdopleiding. En de jeugdopleiding. Dan moet ook gewoon, uh, kijk, een dataman is prima, maar dan ook samen met een ex-voetballer. En ja, die die zijn bijna niet meer uh, te krijgen. Vind ik ook zonde. Het uh, ja, gaat weer over DNA, maar ook voor DNA van Ajax. Dus ik hoop dat ze nu iemand ophalen die wel dat DNA van Ajax heeft. En, ja, ik, ik zou altijd opteren voor Marciano Vink. Die vindt het werk wat hij nu doet uh, geweldig leuk. Maar ik denk als je een hele goede aanbieding komt, uh, met een hele goede aanbieding komt, dat hij je best wel over te halen. Ja, maar wordt het Ajax DNA niet uh, te veel op de voorgrond uh, gezet? In die zin dat is, dat is geen maatstaf of je, of je goed bent in je werk toch? Nee, maar dat is toch de levensader van, van de club. En een speler begrijpt toch als geen ander wat dat Ajax DNA is. Ajax is groot geworden door de opleiding. Financieel heb je de opleiding ook nodig. Gewoon spelers opleiden, duur verkopen. Ja, dan kun je weer jaren voor. Dan kun je zelfs een hele nieuwe toekomst neerzetten van 30 miljoen. Maar hoezo doe je dat beter als je dat IJsland mensen. dat dat? Eh, Mislintad? Nee, misschien dat. Recruitment bureau, heet het ook alweer? Weet ik niet. Nee, Brown en Eva, wat was het ook alweer? Nee, Shields, zou, hè? zoiets. Zeg je nou gewoon Eva Brown? In deze <laughs> nee, podcast. Ja, nee, deze podcast gaat helemaal <laughs> mis. Echt, dit gaat niet goed. Dit zijn we ook uitgekepen. Nee. Maar je hebt dus inderdaad dat, dat recruitmentbureau van Sardi, zijn filmpjes, meerdere gesprekken, binnen-buitenland. Goed gevoel. Nou, al het erbij. Leuke vent. Nou, Snap de club? K kijk, ja, is... Fanta, Fanta noemde de naam van Marciano Fink. Ik denk dat het ook een hele goede kandidaat zou zijn. Misschien is het wel een heel goed idee, gaat nooit gebeuren zolang, zolang Edwin van der Zarden zit... om Wim Jonk weer terug te halen. Want dat is toch ook achteraf een heel succesvolle periode geweest qua opleiden. En waarom zou je niet een keer een duo Frank en Ronald de Boer hoofdopleidingen maken? Ja. Die ook precies weten wat daar speelt. Maar ik denk dat het wel heel verstandig is om daar in ieder geval iemand neer te zetten... Die gewoon met harde hand regeert. Want als je hoort wat er op die jeugdopleiding van Ajax allemaal gebeurde. Al die gasten. Nou, al die gasten. Ik moet niet generaliseren. Maar daar zitten gewoon spelers aan de ballonnetjes. En... Niet. Ik, ik, denk dat echt echt, ja, ik denk dat het echt heel belangrijk is. Dat er een, een type van Gaal, type Adriaan. Zeg. Maar daar wil ik wel wat meer van weten dan. Dat, 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 dat toont een totale ja, wanorde daar. Als er, als er jeugdvoetballers ja, aan de ballonnetjes jeugd, Ik denk dat die jeugdvoetballers gebaat zijn bij iemand met een aardal. Met ja, ja. Je wil er niet meer over zeggen. Nee, omdat ik ook de precieze ins en outs niet ken. Maar je hoort wel dat er ja, in sommige opzichten echt totale energie. energie. Ah, maar ja, dat is aan uh, da da Daar is ook Ouali uh, voor verantwoordelijk natuurlijk ook. Ja. Dus, ja. Ja, misschien moet je iets van een losersvlucht maar, instellen maar, dan. Ja. Hè, dat als je niet aan de gedragsregels houdt, dat je dan het vliegtuig naar uh, weet ik wat pakt. Als, als je alle uh, grote internationale successen van Nederlandse clubs uh, uh, erbij neemt, en je gaat dan die elftal ontleden, dan zet, zit er altijd een hele duidelijke clublijn in. Een duidelijke DNA-lijn in. Van, uh, van, zowel bij Feyenoord, hè, vorig jaar, en nu weer. Uh, bij Ajax, uh, bij SC Twente, uh, toen de tijd, bij AZ. Uh, dus ja. ja. Ja, het, het, dat, dat hoort er gewoon bij. Dat, uh, en dat, dat, heel veel mensen die lopen daarvoor weg en die roepen, ja, makkelijk gelul, allemaal, maar kopen, kopen, kopen. Ja, dat, dat werkt gewoon niet. Nee. Plus dat je, wat Mike zegt, financieel. Is dit natuurlijk het allergoedkoopste? Omdat uh, ja, één jeugdspeler, Matthijs de Licht, die uh, voor 70 miljoen wegging of zo. Ja, daar, daar kan je jeugdopleiding 5, 6 jaar van draaien. Ja. ja. He, weet je al, de eerste speler die Misling Tat in het vizier had gehad? Nee, nog absoluut niet. Ik nee, zeg, dat... we, hebben, we hebben dinsdag een, uh, een gesprek met hem gehad. Hij, hij is gevat en uh, ja gewoon een leuke kerel. En ik, ja. ik, ik moet zeggen, hij heeft ook wel een goed verhaal. Oké. Okay. Hij bestreed dat hij een data-deutscher was. Ja. Die, die bijna had hij ook al voorbij zien komen. Dat hij voor 10 tot 15 procent zeg maar, uh, via data gaat doen. Maar dat het allerbelangrijkste toch blijft het blote oog. Oh, dus Scouder ik hoopt niet de... te hopen dat het zijn oog is. Oh, ja. Nou ja, dat, dat hoezo niet? Dat zijn die ja, dieren. Heb, heb je al gezien waar Slootgat staat? Ja, oké. Okay. Ja. Nou ja, uh, bij uh, Arsenal, min weet je? Min weet je min je dan 15 miljoen. Maar weet je wat je dan zegt? Dat kun jij wel zeggen ja. dat dat zo is, maar daar ja, heeft Ten Hag. Heb ik ook gezegd. Kijk nou, kijk nou wat Ten Hag. Dat is een beetje. So, where are coming from? Uh, you call it. You looking a cow in the ass. <laughs> ja, Valentijn, dat is een koe in de kontkijker. kijken. <laughs> ja. <laughs> ja ja, maar zo is AX ook bij hem gekomen hè? door allerlei koeien in de kont te kijken, want je kijkt naar zijn verleden, je kan ja, ja. nooit moeilijk kijken naar de toekomst. maar ja, nee, hij treedt in de voetsporen van Louis Vergaal. Ja, die ja. had er ook al een paar, maar ik, die, die ken ik allemaal niet. maar uh, ja, dit, dit, uh, dit moet je gewoon niet. Maar doen. ik, moet maar dan ik wel vind wat... ook wel dat onze Ten Hag jingle nu moet worden aangepast, want deze hoort is zeker. Uh. ja, wat was ook weer de oude dan? hij <laughs> hey. viel kwijt wel, hij uh, viel welkom. Dit yeah, is mijn home. We keep it to Easy also way. Het eind over to. Tel het over. Wie is crazy. <laughs> ja, ja, dat is nou. Het is wel bij. Ik moet nog denken aan Mars van de Kraan hoe die hier zat. Dan half petje, dan had sjaaltje. Ja, ja, ja. Heel Engeland op zijn kop. Maar nu begint het toch alweer. Ik, ik zag alweer Neville en Scholes en zo. Ja, ja die, die nemen met uh, minder dan de Europa League uh, geen genoegen. Dat nee. is natuurlijk wel duidelijk. En, en terecht, want. Uh, de loopt zo verschrikkelijk veel kwaliteit en er is veel geïnvesteerd. Dus je moet gewoon uh, hoofdprijzen winnen. En die peker die ze nu hebben gewonnen, ja, dat was natuurlijk altijd voor alle clubs een troostprijs. Ja. Die helpt jou wel om uh, wat autoriteit te vergaren. Maar op dit moment uh, ja, zit hij wel in een mindere fase. Want Martinez, uh, oogschijnlijk zwaar geblesseerd. Belangrijke spelers. Ja, Berghuis ook nog, hè, voor Ajax, een van wat de belangrijkste spelers. Volgens mij dat die Martinez die werd van het veld gedragen door twee spelers van Sevilla. Oh, dat staat me niet zo bij. Ja, dat is ook reactie. Uh, heel hier, uh, heel ja, uh, vreemd. Ja. Ik weet niet of die er misschien niet goed op zat bij zijn medespelers. Of dat hij te zwaar is dat ze bang zijn dat ze door hun rug gaan. Dat of... zal het misschien zijn. Er was veel kritiek uh, op het wisselbeleid ja. hè, van Ten Hag. Daar kom me wel enigszins bij voor, uh, iets bij voorstellen. Want hij haalt gewoon zijn hele aanval die weg. Uh, ja, en dan uh, Martial, Sancho uh, Anthony. Ja, je moet er ook dreiging vooruit hebben en daar kwamen allemaal jeugdspelers, die Pelestri of uh, en, en nog een jongen. weghorst kwam er ook een. en weghorst die kwam erin. Ja, dan, dan kan je weinig druk uitoefenen op de mm. verdediging van de tegenpartij en dan krijgen ze meer ruimte. Maar ze gaven natuurlijk ook wel heel lullig weg met twee eigen goals. Ja, maar laatste jaar ging natuurlijk de mist in ja. bij de aansluitingstreffer van uh, Sevilla en ja. maguire Die krijgt hem uiteindelijk weer tegen ze voor. Of natuurlijk waanzinnig weer die maguire Ja, dit. Het is gewoon een slechte open die moet je gewoon uh, uitknikken, ja, ook maar laten even gaan. gaan na het uh, ja, seizoen, hoeveel die veel geld heeft gekost. En wie stond er erbij... Ik vraag me af of Malatie dat voor dat niveau goed genoeg is. Nou ja, want het was natuurlijk in het begin. Lag het wel redelijk open met Luke Show, maar nu stond ook, geloof ik, ergens in de Britse media dat dat die dat niveau van show die nu, geloof ik, gebaseerd is niet kan, uh, kan aanraken. Nee, nee dat, dat is op dit moment ook zo. Ik vind wel dat je een speler even wat langer de tijd moet geven. Eerste seizoen is nooit makkelijk, dus ik. Heb die ook nog niet opgegeven dat hij gewoon aanhaakt? Want het is wel degelijk een speler met, met kwaliteit natuurlijk. Nou, hoe is het met Donny van der Beek eigenlijk? Is daar, heb je daar nog contact mee gehad met het uh, kamp van der Beek? kamp van der Beek. Ja, dat nee, weet ik niet. Maar ik, ik heb wel contact met, uh, met Donny van der Beek gehad. Die mm -hmm. zit volle bak in zijn revalidatie. En uh, ja, die uh, zal dit seizoen. Ja, of hij nog in actie komt, dat weet ik niet. Maar ja, dat wordt natuurlijk een hele moeilijke zaak bij, uh, bij United. En als hij in de zomer vertrekt, wat zouden goede opties voor hem kunnen ja, zijn? Ja, welke opties zijn er? Ik denk dat als er clubs komen dat het sowieso een goede optie is. Want die jongen moet uiteindelijk weer aan voetballen toekomen. Dat heeft hij mm. veld te lang niet gedaan. Ja, en weet je wie er bij Sevilla in de basis stond uh, weer? Of in ieder geval speelde? Ook Kampos, hè? Ja. Blijft toch bijzonder <laughs> om te zien. Misschien een uh, goede eerste aankoop voor Mislintat. Ja, denk je uh, als we terug... Ja, nou, het zou kunnen, ja. Als we, naar, uh, als we naar het komende weekend gaan. Haller neemt afscheid. Ja. In Amsterdam. Bijzonder, ja. Dat hij... Uh... Ja, het was een hele geliefde speler. En hij heeft het natuurlijk in dat ene Champions League jaar fantastisch gedaan. Ja, wat hem bij Dortmund is overkomen, dat daar kanker bij hem werd geconstateerd. Ik denk dat die fans van Ajax hem wel een heel, heel warm afscheid zullen geven. Ja, ja. De, verwacht je trouwens dat Feyenoord tegen Cambuur dan.? Want dat heb je natuurlijk vaak na zo'n Europese wedstrijd. dat ze dan in één keer punten laten liggen. Cambuur is natuurlijk niet zo'n heel hoog niveau. met alle respect. Maar zou dat nu nog moeilijk kunnen nee, worden? Of van lager niveau in de Eredivisie ja, kan het niet. zei ik tegen Timmermans afgelopen dinsdag. Uh, we, of maandag hadden we toch. na de... of dinsdag was het, na de podcast naar Den Haag. met de Timmermans van de Plas. Heb jij dat boekje al gelezen? Stikstoffuik, of niet? Heb ik nog niet gelezen, nee. Okay. Maar toen had ik een interview. toen zei ik tegen Timmermans. met alle respect. Toen, toen zei hij: ja, met alle respect, met alle respect. Maar dan, uh, dan weet ik wel waar wat u hierover denkt. Dat is dus een beetje... Respectloos eigenlijk. Respectloos om dat zo te zeggen. Maar zou Feyenoord nog denken, denken zit daar nog iets van spanning in ergens... dat ze nu tegen die Europese wedstrijden punten nee, gaan laten joh. liggen? Alleen we wel voor AZ. AZ gaat het best wel moeilijk krijgen, denk ik, bij Fortuna. Mm -hmm. dus, uh, en die moeten natuurlijk nog knokken om uh, Sparta en Twente van zich af te houden. Ja. Ineens. Dus, ja. Uh, die, die kijken eerder, denk nu naar beneden dan naar boven. Ja, wat is met name waar, waar jullie benieuwd naar zijn voor de komende wedstrijden dan? Want als je nu natuurlijk ja, ook de strijd om de tweede plek die heel spannend is. Groningen ah. lijkt inmiddels wel richting degradatie te koersen. Ah, dit, de kampioenschap is natuurlijk uh, bepaald. Nou, dan gaat het dan uh, om plaats 2, maar PSV moet volgens mij naar Volendam. Ja. En, uh, en Ajax krijgt Emmen thuis, dus dat is de status quo. Nou, naar de AZ. En uh, ja, nu ga je, je over dat, dat PSV er van dan Van ja, Na de winterstop natuurlijk. thuis nog niet verloren. Nee, maar ja, PSV <laughs> is ook nog niet langs geweest, Mike. Nee, dat is ook wel weer zo. Hm? Nou ja, goed. En Pex Zwolle zou dus uh, de promotie kunnen binnenhalen. Dat is natuurlijk wel aardig. Pelster. Ja. Ja. ja, ja, ja. Nee, jongens, hartstikke goed. Ja, ik zit even te kijken. Het is, ik zit te denken, ben ik onderwerpen vergeten? Zijn er zijn nog bepaalde zaken die jullie kwijt uh, willen. Want het is een beetje een korte klap uh, vandaag. Kijk naar de groene. Groene krokodil Valentijn, heb je nog iets op je leven nee, wat je krijgt? Nee, ik, je, krijg je ik het wil. zitten te kijken, maar ik zie ook niet veel. Uh, Morgen interview met Joey Veerman in de krant. Analyse over Ajax. Kopen die krant. Ja, wat, wat, wat is, is er iets over die analyse wat je al weg kunt uh, geven? Nou, daar worden, wordt zeg maar even de situatie geschetst. waar Sean Heitinga in terecht is gekomen. Maar Ook even alle tien nieuwelingen op een rijtje gezet. Mm -hmm. Ja, en de conclusie is wel dat als Ajax met, met Heitinga doorgaat, dat hij hij heeft wel een heel veel betere selectie verdient dan Ajax op dit moment heeft. Ja, is daar, zijn daar nog ontwikkelingen in dat je wel uh, dat, dat is, het lijkt een beetje voor te sorteren op een lange verblijf van hij te gaan. Wanneer denk je dat daar eventueel groen licht uh, uh, over gaat komen als dat er komt? Ja, ik denk dat ze een mooi momentje afwachten. Stel je voor dat Ajax de beker wint, dat ze dan roepen dat hij volgend jaar trainer is of, En als je de beker verliest, nou ja, dan zullen ze nog heel even wachten en dan moet hij die tweede plek veiligstellen. stellen. Ja. Maar ik, ik denk dat intern de beslissing al is genomen dat ze, dat ze met hem doorgaan. Maar dat het okay. hij misschien beter dan. Met Heitinga? Ja? ja, volgens, volgens mij uh, staat hij gewoon. Nou, dat dat Tatti vertelt dat zelf ook. Hij staat gewoon uh, pole position. Mm -hmm. en is gewoon uh, afwachten. Ja, ja, kijk, hij moet nu niet vijf wedstrijden verliezen. Dan, uh, dan zijn de rapen gaar, Dan zou je toch naar een andere trainer moeten. Maar. Volgens mij heeft hij de, de voorkeur uh, voor alles en iedereen. Ja, ja nou ja, het is verder. Wel... Uh, wat, wat natuurlijk raar was, was dat misschien uh, ja, dat die gaf heel hoog op van Sean Heidegaan. Een geweldige trainer, dit en een geweldige trainer, dat. Maar uh, de twee hebben volgens mij, maar nou, ik weet het dan beter dan ik, maar de maanden voor het eerst met elkaar. Uh, face to face uh, gesproken. Oh, ja, oh. ja dus, want de man vertelt al uh, nu al een hoop onzin. Ja, en hij heeft zich heel erg goed verdiept al in Ajax. <laughs> en uh, kent alles en iedereen al. Maar ja, hoe, kan je, hoe kan dat nou als je met niemand spreekt? Ja, ja. ja een beetje beeldjes kijken en dergelijke. Ja, ja, en ja, data vastleggen maar, natuurlijk. Maar, laat niet ik... eerst maar waarmaken. Maar, als je ziet wat er nu allemaal bij Ajax rondloopt... dan denk ik, nou ja, de enige overgebleven Ajax-ziet is Edwin van der Sar. Nou, daar hebben we heel veel kritiek op gehad de afgelopen mm. jaar. Dus die, die moeten dan allemaal goede banen leiden. Nou, er zitten allemaal mensen die, die zijn bezig om aan zijn stoelpoten te zagen... of hun eigen... Hun eigen uh, territorium uh, ten eerste te veroveren en daarna uh, vast te houden. Dus, maar nou, wie zagen dan precies? Is dat dan Hendricks uh, uh, en jouw. Uh, Hendricks en hoe heet het? De, de dames in de, de oh, ja. financieel directeur. Ja. Uh, Suzanne Lendring en uh, Arnette Mosman in de RVC. En zit Pierre Eringa. Het Dat zijn allemaal, ja. Zo ver weg van Ajax. <laughs> gewoon van, van wat Ajax is en waar Ajax voor staat. Ja, ze hebben gewoon een hele hoop mensen binnengehaald. Ja. Ik, voel nou, al, ik voel het een beetje borrelen bij ja, hè? Ja, de, de, de vernietigende ja, column die... Column, die uh... nou, misschien nu nog niet, maar... Maar wat heel interessant wordt, is volgens mij... Kijk, Maurits Hendricks die heeft in zijn portefeuille de toekomst. Dus ik, ik neem ook aan dat hij ook wel een stem heeft... in de aanstelling van het nieuwe hoofdopleiding. Hoewel mm -hmm. Missling, dat waarschijnlijk waarschijnlijk het meest van allemaal over gaat. En dan ben ik echt benieuwd of ze daar een echte ajax neer gaan zetten. Ja. Of echt zo'n data-jongen. Want dat geeft ook wel aan welke koers Ajax de komende ja. jaren gaat varen. Nou, Gutierrez heeft een uh, PSV-hart, maar die bekijkt rustig aanbiedingen. Als ze eventueel komen, zag ik nog voorbij komen. Ik was heel even benieuwd, die uh, Rijkhof. die zit in de jeugd in Duitsland hè, bij Dortmund, uh, geloof ik. Is dat zo'n groot talent dan? Ja, dat, dat is een heel groot talent. En het, Aanvaller? Het, het grappige is dat eigenlijk doordat het misging in de jeugd, die jongen die kreeg gewoon maar geen contractaanbiedingen en die koos voor Dortmund, dat er toen werd geschreeuwd om een rechterhand voor Mark Overmars. Ja, dat werd Gerry Hamstra. Want dit soort dingen mocht niet meer gebeuren. Ja, het, het is eigenlijk een schande dat deze jongen. nooit een goed voorstel van Ajax heeft gehad. Die nee. zo naar Duitsland is verdwenen. Maar goed, het is dus eventueel iemand die terug gaat keren in, uh, in Amsterdam. Uh, dan. Dat zijn jouw woorden. Oh, Oké, okay. nee, dat staat oh, dat hier. Dat leuk. Ajax wil vergeten. Dat is ja, dat, waar lees ik dat eigenlijk? Ajax wil, uh, wil rijken of terughalen. Ik kijk eventjes de. Zal ik even kijken welke, uh, welke bron dat is? Nou ja, jij hebt daar in ieder geval niks over uh, beeld. Uh, Nee, beeld zei dat. Ja, nou ja, ja. Dat, dat kan ik me heel goed voorstellen, want hij heeft uh, in de jeugdopleiding bij Ajax gezeten. Maar om nou weer voor een speler uit Duitsland te gaan betalen die je zelf opgeleid hebt, dat is bij Brobbie natuurlijk niet heel goed bevallen. Ja. Je kunt beter aan de voorkant zorgen dat die jongens gewoon tevreden zijn bij Ajax en heel graag bij Ajax willen blijven. Dan hoef je ze uiteindelijk niet terug te kopen. Oké, okay, oké. Okay. Hein, jij gaat niet uh, stiekem naar Rome? Nee, durf ik niet. Nee, Valentijn, er gaan er wel een aantal, hè? Ja, ja, er kwam een fotootje langs op Twitter van uh, mensen die uh, naar Rome gingen... en die hadden allemaal hun gezicht gebleurd. Nou, dat doe je natuurlijk niet voor niks, als je inderdaad gaat. Maar de verwachting is dat tussen de 400 en de 500 man uh, toch die kant zouden opgaan. Ja. En misschien hebben ze wel kaarten, want je, je weet... Uh, ze zijn altijd heel inventief om toch aan kaarten te komen op een of andere manier. Dus ik ben benieuwd of ze erin komen, zelfs ja. met die kaarten. En hopelijk met groene krokodillen of ja, met, uh, dat soort dingen. Ze hadden ook weer heel veel bananen. Maar nu waren er zoveel bananen dat Uweven <laughs> dat door de vingers heeft gezien. Uweven zat trouwens al bovenop uh, bij die wedstrijd. Ah, ik ja. heb nog nooit zoveel Uweven mensen gezien. En Feyenoord ligt echt onder een vergroot glas in Nyon. Uh, dus uh, wat dat gaat hebben ze gisteren wel een hele goede beurt uh, Fijn, gemaakt. Fijn, goed zo. En een mooie nog deze avond. Ik zeg jongens, op naar de volgende podcast. Uh, dank jullie wel. Maandag. Zeker weten. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.